Yo kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op 3G. Ik denk dat het vandaag de laatste aflevering is, dat weet ik niet helemaal zeker. Het zou kunnen dat er hierna nog eentje komt, maar we gaan wel heel snel richting het einde van deze game. Mijn SS is bijna klaar, mijn spaceship. We moeten nog een booster op. Exceptioneel, rot op. Dat is mijn voorstel en anders niet. We gaan hard richting de maan. Hoe heet die andere piep ook weer? Alexander. Die gaat het niet redden met zijn stemmen. Dat gaat hem gewoon niet lukken. Moet hij nu nog ergens stemmen vandaan kopen. En dat kan niet, want hij heeft helemaal geen geld. Alexander is een beetje de sloeber. Ja, ben denk ik een beetje boos. Waarom ben je boos op mij? Je moet boos zijn op Alexander. En op de Fransen, want die zijn heel vervelend. Wat gaan ze nou daar doen? Wie is dat? Is die van Frankrijk? Ja. Oh, dan is het goed. Want ik wil niet graag dat dit overgenomen wordt. Dan is het weer wat dichter bij Alexander zijn wereldleider dingetje. Omdat hij er niet meer mee kan stemmen. Die Napo. Dan gaat het misschien nog mis ook. En ik wil naar de maan. Ik wil een science victory. Geen vriendjes meer met Mogadishu. Wie dan wel? Alexander. Oh. Nou, vooruit. Hij mag hem hebben. Leon. Bouw een CN-toren. Gok ik. Plus 1 happiness per stad. Ja joh. Kan ik wel gebruiken. Wat komt hier trouwens aan? Recycling center. Haroun al-Rashid is ook bezig met het Apollo-programma. Nou gozer. Ik wens je veel succes. Want mijn raket die gaat er bijna opstijgen. Dus als je hem erin wil halen moet je nou heel gauw zijn. Alhoewel. Hij heeft ook wel een heleboel geld natuurlijk. Maar hij heeft al die tactieken nog niet. Al die dit. Alle uitvindingen. Dat heeft hij allemaal nog niet. Dus daar schiet hij niks meer op. We mag er wel een hoop geld hebben. Maar ik kan al die dingen nooit kopen. Dat redt hij nooit. Wittenberg wil cultuur. Nou, lang zoeken Wittenberg. 6 beurten voordat de booster klaar is. Dat is het ene laatste stukje. En dan komt daarna de volgende. Huppakee, volgende beurt. Het is gewoon een kwestie van afwachten nu. Casimir heeft ook het Manhattan project. Er komt bijna weer een Great Scientist aan. Het kan nu heel gauw voorbij zijn, jongens. Als er straks nog een Great Scientist aankomt, dan rusht hij de volgende uitvinding. En dan pakken we gewoon met ons geld het laatste onderdeel. En dan is het klaar, deze game. En ik zal ze gaan missen, al die gasten. Ik zal Napo gaan missen, met zijn kleine lijntje. Oh, en zijn grote mond. Ik zal Alexander gaan missen. Die gozer die het net niet redden. Ik zal deze gozer gaan missen. Lekker dreigen, maar nooit eens een keer wat doen. Ja, wat zou ik over jou zeggen? Polen. Had een hele mooie heilige kip op zijn vlag staan, dus daar ben ik heel blij mee. Jij, Mongolië. Was ook een goede vriend. En ja, ik zal ze echt gaan missen. Serieus. Bijna klaar. Moet ik afscheid van ze nemen? Snack. Next turn. Nou, ik kom er wel overheen hoor. Nieuw research agreement tussen Arabië en Polen. Lekker voor ze. SS booster. Genghis Khan heeft ook het Manhattan project. Hoe gaat het hiermee? 24? Nee, die redt hij niet. 1 beurt. Dan gaat hij nooit meer 15 stemmen in vandaan toveren. Nieuw unit voor Mbanza Congo. Mbanza Congo, Mbanza Congo. All men can see these tactics whereby I conquer. But what none can see is the strategy out of which victory is evolved. Mechanized infantry. En dat betekent... Wat de bezoeker, wat moet jij nou weer mee? Ga weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Moet ik weer stemmen? Oké, moet ik echt op mezelf stemmen dan? Oké, Babylon. Wereldleider, ja, tuurlijk. 20 stemmen. Commit. Yes. What would you like to research? Internet? Nee. Particle physics natuurlijk. Tuurlijk particle physics. Medical lab. Next turn. 13 beurten voordat deeltjesfysica klaar is. En dan koop ik gewoon de SS engine. Dus het duurt sowieso nog 13 beurten. En dan zijn we klaar. Dan zit het er gewoon op deze game.
En dan maak ik gewoon van deze game, of van dit potje, deze aflevering, gewoon de laatste aflevering. Maakt me niet uit hoe lang die duurt, ik ga gewoon van dit de laatste aflevering maken. Omdat ik het wel toepasselijk vind. Gewoon zomaar. Processing turns, duurt lang. City state, schiet eens op. Als die gasten steeds oorlog aan het voeren zijn, ja, dan duurt het wel een tijdje. No world leader chosen. Hij heeft er weer een paar beurten bij gekregen. Hij heeft er weer stemmen bij gekregen hoor. Ja, ik ook trouwens. Close. 10 beurten. Voordat hij weer gaat stemmen. Redt hij nooit. Ik wil graag een embargo op Griekenland. Dat is mijn voorstel. Is dat geen goed voorstel? Dat is een prachtig voorstel. In Nippur wil ik het Sydney Opera House. Dat gaan we niet meer redden. Dat is allemaal te lang. Maar ik kan het wel proberen, toch? Als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt. Nooit geschoten is altijd mis. Hou nou op met die oorlog. Dat kost elke keer zoveel tijd. Alexander heeft het Manhattan-project. Wow. Gevaarlijke jongen. Alexander gaat met atoombommen spelen. Nou, raad eens wat hier aankomt, Alex. Ik ga mijn cruiser die kant op sturen. Net voordat ik opstijg, ga ik gewoon een atoombom op Alexanders hoofd gooien. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik vind dat hij het verdient. Alexander, ik krijg sowieso nog een atoombom op zijn dak van me. Ja, vaart daar naartoe. Next turn. Misschien dat ik ook nog een kernraket zijn kant op stuur. Gewoon om hem te pesten. En ik haat hem toch al. Dan vind ik wel dat hij er eentje verdient. Een prachtige Nebukadnessariaanse atoombom. Dat zou hij vast leuk vinden. Soon it will glow like the surface of the sun. Zegt hij dan. Wat zijn die city states de hele tijd aan het doen? Kost allemaal tijd jongens, come on. Moet ik weer wat verzinnen om het vol te lullen. Mooi. SS booster, laatste stukje. Dat is de laatste booster. Dus nou komt alleen deze er nog aan. SS engine. Great scientist. Oh, dat duurt nog wel even. Oh, dat gebeurt nog niet zo gauw. Wel een grote schrijver binnenkort. Choose production. Nou, bam, was een bomschuilplaats. Die zou ik hard nodig hebben. Als ik mijn atoombompjes ga gooien. Ik wil graag hier een... Kan ik die kopen? Nuclear missile. Juist. Hup. Dichterbij. Choose production. Ik heb geen uranium meer. Bouw dan maar een XCOM squad. Unit needs orders. Waar is die atoombom dan? Heeft iemand zijn atoombom kwijtgemaakt? Waar is de atoombom? Oh, daar. Rebase to daar. Hup. Vliegtuigschip met een atoombom aan boord. En jij gaat slapen. Jij gaat met je caravan richting Genua, waar je al die tijd vandaan komt. Ta'ala. Hoi. Da'ana nutajir. Hij wil een declaration of friendship. Is goed, ja. Zijn we in de laatste game zijn we nog buddies geworden. Hij is ook vriendjes met ze. Nou. Zijn we met z'n allen vriendjes, hè? Harun al-Rashid is bang voor me. Oh, nou willen iedereen wel in één keer vriendjes met me zijn, hè? En ook een atoombom heb. Stelletje pussies. Pussies, dat is wat jullie zijn. Met z'n allen bij elkaar. Kom op, city states. Nou, ik denk toch dat ik het op ga splitsen in 2 afleveringen, jongens. Dan duurt het echt te lang. Kernbom. Rebase. Ik zei rebase. Kan dat niet? Hoe ver kan die komen dan als ik ga nuken? Ik kan helemaal daar komen. Dat is best een end. Maar niet ver genoeg. Bouwen jullie dan maar een extra... Hey, kunnen we geen boten meer bouwen? Waar zijn onze boten gebleven? Archeoloog. Rocket infantry.
bomber. Nou, ik had al die atoombom er straks weer vanaf en dan pakken we er een nuclear missile op. Van het grote broertje van de atoombom. Slapen, atoombom. Slapen, kleine atoombom. Oh, dan ben ik weer boos. We waren toch buddies? Ik ben wel blij dat we eindelijk eens een keer een... Ja, dag. Blij dat ik eindelijk eens een keer een buddy had gevonden. Dan gaat hij me lopen vernachelen. Wat een zeikertje. Iedereen is boos op me. Ja, ik weet het. Zet het je bitches. Genghis Khan is boos. Nog even en ze pakken me allemaal. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Ze kunnen dat altijd proberen, hè. Ik wil dit allemaal weg hebben. Het interesseert me toch allemaal niet. Ga weg. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in al die berichten. Tempo. Distrust and caution are the parents of security. Great firewall. 99,9% reduction in spionnen. Dus er komen nooit meer spionnen eigenlijk. Tenzij ze door die 0,1% heen komen. Deze zocht ik, hè. Een carrier. Oh, wacht, ze hebben natuurlijk geen haven. Vandaar dat ze daar geen boten kunnen bouwen. Sorry. Nou weet ik het alweer. Ik had er gewoon geen haven liggen. Laat ik daar een bootje heen varen met een atoombom. En eentje met een nuclear missile. En dan gooien we die gewoon zo meteen op Alexander's hoofd. Om Alexander te pesten. Omdat hij stinkt. Ha! Alexandertje... Je stinkt. Alexandertje, je stinkt. Griekenland is nou allies met Bratislava. Nee, Alexander, stoute Alexander. Stoute Alexander, dat mag niet. Dat zijn mijn allies. Blijf een beetje fikken van mijn allies af. Allemaal stemmen wat me helemaal niet interesseert. Next turn. Particle physics, nog 7 beurten. En dan gaan we to the moon and beyond. Heel benieuwd hoe het eruit ziet. Kaal waarschijnlijk. En grijs. Sophia, ben je ook geen ally meer? Sophia, kom op. Sophia, please. Waarom is niemand meer mijn ally? Wat is er met al mijn allies gebeurd? Sophia? 3. Nou, hier. 35, alsjeblieft. Dan ben je mijn ally weer. Nieuwe policy. Oké, treaty organization. Hop. Leuk om te hebben. Hij heeft ook atoombommen. Ik zou er heel blij mee zijn als ik hem was. Hier wil ik dan graag... Ja. Een kernonderzeeboot. Gewoon dat die stoer zijn. Badass kernonderzeeboot. Choose production. Fighter plane. Production. Missile cruiser. Who gives a fuck wat ik allemaal aan het bouwen ben. Het is gewoon 6 beurten afwachten. En ik maak er gewoon de laatste aflevering van. Fuck it. Ik kan me uitschelen. Ik zit toch bezig. Het is leuk voor de mensen die al die tijd hebben zitten kijken. Super. Maar sommige mensen die snappen deze game niet. En de mensen die deze game echt tot het einde gevolgd hebben, die snappen hem wel. Dus die zijn gewoon baas. Hé! Hey! Napo heeft zich overgegeven. Oh, dat is niet zo'n ramp als ik dacht dat het was. Hij heeft nog steeds 39 stemmen nodig. Napo! Great Rider has been born. Cargo ship. Ga daar naartoe om die atoombom op te vissen. Jij gaat een cultuurding doen. Hup. Napo heeft zichzelf overgegeven. Oh. Napo. Ik dacht dat we dat samen uit zouden vechten. Bratislava. Give a gift. 1000 gold. Gaat echt steeds minder goed met hem. Ik loop steeds meer op hem in. Ja, dat krijg je als je geen geld hebt. Dan kan je gewoon helemaal niks. Je hebt gewoon geld nodig. Klaar. Nuclear submarine.
Harun al-Rashid is made peace with Genghis Khan. Lachen voor hem. Ik ga zo meteen mijn kernboot die kant vast opsturen. Kan hij vast een beetje gaan wennen aan het feit dat hij zometeen een atoom op zijn dak krijgt. Kan hij er vast naar kijken met een afstandje. Colombo wil een grote generaal. Dit heb ik helemaal nog niet gehad. Deze hele game. Ja, één heb ik er gehad. Hier toen. Maar er gebeurde weinig mee. Er gebeurde gewoon vrij weinig mee. Zo. Bootje die kant op. Hier had ik toch een kernbom liggen. Boot. Ga daarheen. Tutut. Allemaal aan de kant. Unit needs orders. Even een stukje die kant op. Next turn. Ik had hier toch een atoombom. Waar is die gebleven? Ik had hier een nuclear missile. Iemand heeft hem gejat. Oh. Dat hoop ik toch niet. Dan wil ik zo meteen wel mijn bom terugvinden. Want anders gaat het fout. Twee beurten. Voordat ze gaan stemmen. Over de wereldleiders. Monaco Annexion is een shenanigan. Hoeveel heb jij er? Eén keer in de gaten houden. 26. 39 nodig. Red je niet. Waar is mijn atoombom? XCOM Squad. Die zoek ik niet. Ik had hier een atoombom gekocht. Een hele mooie. Met een gouden kleurtje eraan. Waar is die gebleven? Wie heeft mijn nuclear missile? Heb jij mijn nuclear missile? Nee, toch? Waar is dat ding heen? Heb jij hem bij? Nee. Raar. Iets of iemand heeft mijn atoombom gejat. Die was bedoeld voor... Nou, zeg. Wat vreemd. Apart. Nou ja, moet maar. Krijg je maar één atoom op zijn dak. Ook goed. Tutut. Aan de kant, motherfuckers. Sleep. En next turn. Drie beurten nog voor particle physics. Nou jongens, laat even achter in de reacties waar ik mijn atoombom heb gedaan. Ik weet niet meer wat ik ermee gedaan heb hoor, met dat ding. Heb ik hem ergens anders naartoe verhuisd? Nee, toch? Is hij zelf een rondje rond de aarde gaan vliegen? Waar is dat ding gebleven? I don't get this. Oh wacht, one aircraft stationed. Ik denk dat hij daar zit. We hebben wat uranium gehad, dat is aardig. Great person. Has been born. Waar? Daar. Muzikant. Ja, je moet even aan de kant, want er komt zo meteen een ding aan. Ik denk dat ik al weet waar die gebleven is. Mijn kernbom. Embargo Griekenland. Ja. Daar ben ik helemaal voor. Al 120.000 beurten. Unit promoted. Ja, leuk. Ik denk dat hij hier zit. Nuclear missile. Ja, zie je wel. Rebase. Daar naartoe. Kan dat niet? Order the air unit to rebase to another city. Kan toch wel daar op of niet? Hey, ik heb het nog vaker gedaan. Wat raar. Oh, nou weet ik wat we dan doen. Gaan we dan rebasen naar daar. Naar Ife. Is dat gelukt? Schieten we er straks nog een op Medina af. Gewoon omdat ik het leuk vind. Ga jij maar daar naartoe. Wee! Dat is stoer. Particle physics, nog één beurt. Deze atoombom moet ik even een stukje dichterbij. Daar ligt Athene. Ik wil hem op Athene gooien. Hop. Is hier nou mijn... Ja, hier is mijn aircraft stationed. Oh, lachen. Dan gooi ik gewoon zo meteen nog een atoombom op Medina. Omdat die gast ook heel boos was. Die gast dacht dat hij mijn buddy was. En dat bleek uiteindelijk niet te zijn. Dus daar ben ik niet blij mee met hem. En dat zal hij merken ook. Ik denk niet dat ik bij Athene in de buurt kan komen met mijn atoombom. Dat ligt net even een beetje te ver. Hier heeft hij ook vliegtuigen. Ormus, hoi jongens.
Ik wist niet dat jullie er waren. Wie heeft het nieuws geleerd? Laatste beurt hebben we nog Ormus ontmoet. Ormus. Waar kom je vandaan? Ja, het Ormus. Ormus, Ormus, Bormus. Every particle of matter is attracted by or gravitates to every other particle of matter with a force inversely proportional to the squares of their distances. Mm-hmm. We kunnen hem kopen. De SS Engine. Ik denk dat het nog net even iets te duur is. Komt omdat ik al die zooi heb gekocht de afgelopen tijd. Even kijken hoor. Purchase. SS Engine. Ja, dat kan ik kopen. Maar ik wil eerst een atoombom op Purple Flap gooien. Hier is nog een unit. Gaan we vliegen naar daar. Oh, weet je wat? Hoeveel heb ik er nog nodig? Even voor de zekerheid kijken. Nee, niet daar. Victory Progress. Alleen deze hebben we nog maar nodig. Nou, die kan ik kopen. Zo kan ik nu even gaan kloten met de buren. Airstrike. Op Orléans. Kan dat, please? Waarom niet? Kom. Val aan. Dan niet. Hier heb ik nog ergens een atoombom liggen. Nuclear missile. Gaat hij hoor. Nuke mode op Medina. Kom. Schiet. Schiet. Kan je er niet bij, stom ding. Wat een vervelend waantje ben jij. Nou, weet je wat? Dan staat hier iemand in de buurt die toevallig heel vervelend is. Babylonian Nuclear Missile. Waar kan je wel raken? Ja, jullie staan er binnen in de woestijn. Zijn jullie even boos? Boom! Soon it would glow like the surface of the sun. Hebben ze dat overleefd? Wat een helden. Hebben ze dat echt overleefd? Oeh, nee, ze zijn toch dood. Oké, Parijs, kernonderzeeboot. Tut-tut. Move, bitches. Ik moet overal naartoe varen, zeg jij dan. Ik ben tenslotte een onderzeeboot. En hier. Jij gaat daar naartoe varen. En jij. Gooit je aircraft. Atomic bomb. Nuke mode. Op Argos. Declared war on Alexander. Eindelijk. Dag, Alexander. Later, buddy. Daar gaat je stadje. Tenminste voor een klein gedeelte. Koetjes staan hier een beetje erbij te kijken. Zo van, oh, valt een atoombom. Oké, boos Alexander Chagrijnig. Heleboel city states zijn heel boos op me. I don't give a single flying fuck anymore. Oh, mijn weg. Och, wat is iedereen boos op me. Oh, je gaat toch allemaal aan de kanban. Zo, kunnen we dat nieuws onderzoeken? Ja, gaan wij het internet uitvinden. En in de tussentijd, even kijken hoe boos die is. Oh, boos. Boos, boos, boos. Iedereen is boos. Brrr. Haroon is boos. Oh, die vond het niet leuk dat ik een atoombom op zijn mannetjes gooide. Wat ik op zich ook best wel kan begrijpen. Alexander is chagrijnig. I don't give a fuck anymore. Babylon. Purchase. SS Engine. En er is nog één beurtje wachten. Totdat er eindelijk eens een keer wat kan gebeuren. Choose production. Ja, de rocket artillery. Prima. Ja, nog een rocket artillery. Promote. Moet het nou? Brrr. Gaan we wegvaren dan. Doei, tutut. Je hebt ook orders nodig. Ga maar lekker naar binnen varen. You don't give a fuck anyway. Slapen. Cargo ship, slapen, slapen, slapen. Next turn. Oorlog met twee figuren. Een muzikant die heel vervelend loopt te doen. Slapen. Next turn. Ah. Ik vond het mooi. Kijkers van Dus David Games. Hij ging lekker deze serie. Ik ben echt blij ermee. Oh, mijn bootje. Oh. Bootje is gezonken. Bootje is gezonken. Vlieg er nog een keertje overheen. Boem, de boem, de boem. Bootje kapot. Ja, ja. Ik denk dat mijn bootje toch overleeft ook. Dat ding is zwaar gepanzerd, man. Hij overleeft het ook nog. Kom op, je overleeft het. Hou eens op met die bommen. Oh, toch niet. Hij heeft het niet overleefd. Mijn carrier. Ah. Oh. Helaas. Arme carrier. Weten we nog dat dit een heel klein stadje was? Dat het nu gewoon een van de grotere steden is die ik heb? Briljant. En dat, hoe heet het? Pipo? Napo hem overgenomen had. Paris can fire on the enemy. Hoppa, wat ga je nou doen, buddy?
Wat wil je nou? Jij gaat slapen. En daar gaat hij. SS Engine. Air to Spaceship. Kom maar op. Daar gaan we. Naar de maan. En verder. Weg van deze stinkplaneet. You have achieved victory through mastery of science. You have conquered the mysteries of nature and led your people on a voyage to a brave new world. Your triumph will be remembered as long as the stars burn in the night sky. Super cool, jongens. We hebben het gewoon gedaan. Een science victory hier op dus David Games. Wie had die gedacht? Ik dacht echt eventjes dat het helemaal verkeerd ging op het moment dat Napoleon mijn steden in ging nemen. Het ging uiteindelijk weer goed. Het ging de goede kant op. Bedankt voor alle steun die jullie de afgelopen tijd hebben achtergelaten op deze video's. Het was echt super tof. Ik kan een replay doen. Dan kan je als het goed is precies zien wat er gebeurd is en wanneer. Kijk, hier. Even kijken, kunnen we precies zien wat er gebeurt? Info, ik weet niet precies wat het zit. Ranking, replay. Moeten we ergens een manier zijn om dat te zien? Even kijken. Waar zit dat? Nee, het ziet er toch niet. Oh ja, hier. Map. Zo begonnen we. Ooit, heel heel lang geleden, een aflevering of 30 geleden. Hier zat ik. Nee, daar zat ik. Hier in het noorden. Helemaal koud tussen de bergen, er gebeurde geen reet. En toen ging die. Toen gingen we steeds groeien, 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 groeien. Zie je Alexander op een gegeven moment machtig worden. Napoleon was ook heel machtig toen. Napoleon ging heel hard. Nam op een gegeven moment zelfs mijn stad in. Maar toen vochten we terug. We namen Parijs over van hem. Toen was het eigenlijk klaar voor Napoleon. Toen zag ik al die andere gasten gaan. Toen namen we die andere stad in, Troje. We namen zijn andere stad weer terug. Die kregen we van hem. Lyon namen we in. En toen ging het eigenlijk als een vlek. Huppakee. We hebben niet eens het machtigste en het grootste land gehad. Dat waren deze figuren. Ik heb hier best een klein landje gehad, maar toch is het gelukt. Een science victory. 499 beurten heeft het geduurd. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd als je het vergelijkt met tijd? 8 uur en 35 minuten over één potje Civilization. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Een science victory. Hier op dus David Games. Jongens, ik zou het super tof vinden als jullie nog even voor de laatste aflevering van Civilization, want dat is het voorlopig wel dat ik hier doe, even nog een goed duimpje doen op deze serie. Het zou mij echt super erg helpen. Wat je ook even kan doen, is in de reacties zetten welke serie ik hierna moet doen. Ik ben wel klaar met Civilization. Ik heb nou 4 Civilization series waar ik mee bezig ben geweest. Ik ben er ondertussen wel een beetje klaar mee. Knallen jullie voor mij een nieuwe suggestie onder in deze video. Dan ga ik eens even kijken wat ik daaraan kan doen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle likes die jullie de afgelopen tijd hebben achtergelaten. En ik zie jullie de volgende keer terug bij een nieuwe serie hier op Dus David Games. Mazzel!